Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl Vandaag veel bewolking boven ons land en dat hebben we allemaal te danken aan een warmtefront dat over ons land heen trekt. En vanuit het westen komt daarmee dus ook zachte lucht ons land binnen. In het noordoosten van het land is het vanmiddag nog heel lang behoorlijk kil gebleven met een graad of 5 en maximum. In het zuidwesten daarentegen liep de temperatuur al op naar een graad of 11 à 12. En dat betekent dat de zachte lucht toch behoorlijk ons land aan het veroveren is. Want vanavond worden op de meeste plaatsen de maximumtemperaturen bereikt met temperaturen tussen 10 en 12 graden. Als we dus gaan kijken naar vanavond, op veel plaatsen dus nog regen, misschien een spaarzame opklaring in het westen van het land en daarbij dus die hoge temperaturen tussen de 10 en de 12 graden. De wind draait daarbij naar het westen en neemt iets in kracht toe en wordt meest matig boven land tot vrij krachtig aan de kust. Vannacht blijft het dan aan de verzachte kant met minima van maar 9 tot 11 graden, de hoogste waarde in het zuidwesten van het land. De wind die zal zichzelf weer iets gaan matigen aan zee, maar blijft in het binnenland ook behoorlijk doorstaan. Misschien nog altijd een spaarzame opklaring in het noordwesten van het land. Maar verder blijft het bewolken en valt er van tijd tot tijd regen. En dat is met name in het binnenland het geval. Ook morgen gaan we de zon niet of nauwelijks zien. Heel misschien later op de dag in het zuidwesten een enkele opklaring. Maar verder is het gewoon bewolkt en zijn er perioden met regen. De lang, meest langdurige regen valt in de noordelijke helft van het land. In de zuidelijke helft van het land wordt het in de loop van dag stukje bij beetje en vaker, wat vaker droog. En misschien dat de avond ten zuiden van de grote rivieren helemaal droog verloopt. Maar dat nog eventjes met een slag om de arm. Daarbij toch een zuidwestenwind, die matig is boven land: windkracht 3 tot aan de kust, en vrij krachtig tot op de wadden, krachtig: windkracht 3 tot 6. Vanaf woensdag uiteindelijk wat meer zonneschijn, met wat gelukt in het zuiden van het land helemaal droog, een flink zonnige periode. In de midden- en noorden van het land zijn iets meer wolkenvelden en kan er ook af en toe regen of een enkel buitje vallen, met name in de noordelijke provincies. Maar ook in het midden van het land is een enkele bui dus niet uitgesloten. Opnieuw zacht, 11 tot 13 graden, maar daarbij wel een stevige zuidwestenwind, matig tot aan zeekrachtig. En die stevige wind staat er ook nog steeds op donderdag, maar de temperaturen die lopen toch een behoorlijk stuk hoger op. Dan de woensdag met dan lokaal zelfs temperaturen van 15 graden. Daarbij eerst dat zonneschijn maar in de loop van de dag vanuit het westen regen en iets minder zachte lucht. Want op vrijdag nog maar 10 tot 12 graden. En daarbij de wind die wel iets in kracht afneemt. Nog altijd wat ruimte voor de zon en de wind neemt ook iets in kracht af. Na vrijdag gaat het eigenlijk alleen maar verder bergafwaarts met de temperatuur en komen we alsnog ietsjes boven normaal uit. Vrijdag en zaterdag kunnen nog vrij zacht verlopen, afhankelijk van waar de grens met de koude lucht zich bevindt ten opzichte van ons land. Maar in de tweede helft van het weekend dan wordt het een stuk kouder en dan moeten we het gaan doen met maximum temperaturen die uitkomen op zo'n 6 tot 8 graden. En met een beetje pech zelfs nog een heel stuk lager. En kunnen er ook een aantal buien vallen en misschien zelfs met de eerste winterse prikjes. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl